Renault Antwerpen. De auto's van stad. Elke dag een lekkere warme maaltijd. Het is niet voor iedereen weggelegd. Mensen die het moeilijk hebben, kunnen daarom elke week gratis eten in het Atheneum van Antwerpen. Met een aantal vrienden van Vrijzinnig Humanistisch Antwerpen hebben wij vandaag, nou jaarlijkse gewoonte, een warme maaltijd bereid. Goulash met patatjes en twee dessertjes voor iedereen. Je ziet, er zijn hier heel veel mensen wachtende. De winter is vaak een moeilijke periode en er staan hier dan ook heel wat mensen aan te schuiven. Het was heel lekker en ik ben meermaals al geweest bij organisaties en ik heb er altijd van genoten. Wie het nodig heeft, kan hier ook een voedselpakket krijgen. Er is dus heel wat hulp. Maar toch is de weg nog lang. En het is nu eenmaal zo dat er in de samenleving mensen zijn die altijd meer ondersteuning zullen nodig hebben. Maar langs de andere kant denken wij dat er nood is aan een professionalisering. Hè, aan groepen van mensen die opgeleid worden om dergelijke mensen uit vicieuze cirkels te halen en hen op lange termijn te leren denken. Hè. En er blijven nog altijd heel wat mensen in de kou staan. Ik merk nu ook, er is een shelter voor de winters. Maar na de winter is er gewoon niks meer. En dan heb ik zoiets van, niet alles hier nu, in de winter, maar ook in de zomer moet er iets gebeuren.